Mens of Melodie, Rijnbert de Leeuw. Ik vind die titel zo intrigerend. Ja, die titel die had ik heel snel. Want toen ik begon met mijn onderzoek, dat was 2007. Toen had ik onder andere gesprek met Liewe Visser. Dat is een bariton die heel veel met Rijnbert de Leeuw gewerkt heeft. Ook een vriend van hem is. En dat was een vat vol anekdotes. Helaas is hij net vorig jaar overleden. En die vertelde allemaal mooie verhalen. Onder andere een verhaal over Rijnbert. Die schreef een tijd lang voor de Gids artikelen. En op een dag wilde hij citeren uit het blad. Dat was een muziekblad, was het muziekblad van Nederland. Mens en Melodie. En toen schreef Rijnbert per ongeluk Mens of Melodie. En toen dacht ik, dat is zo Freudiaans. Daar heb ik mijn titel. Dus die kopte zichzelf helemaal in. En ja, als je het boek gelezen hebt, dan wordt die titel natuurlijk ook veel relevanter steeds. Want ja, hij wil niet dat er over zijn privéleven wordt geschreven. Hij is daar heel gesloten over. Heel vaak komt de term naar voren monnik van de muziek, hoge priester van de muziek. Dus is hij mens of is hij melodie? En ja, die twee dingen zijn natuurlijk niet los van elkaar te zien. Dus hij is mens en melodie, maar hij zou liever alleen maar melodie zijn, muziek. Dus daar komt die titel vandaan. Zullen we meteen heel even kort die controverse doen en dan laten we dat achter ons? Is goed, ja. Want er was een probleem bij rondom de publicatie met Rijnbert de Leeuw. Klopt, en dat zit hem in dit soort dingen. Toen ik echt met de gesprekken met hem begon, begin 2007, vroeg ik hem natuurlijk naar adressen, telefoonnummers van ja, neven, nichten, schoolkinderen, middelbare scholieren, vrienden, buurkinderen. En toen zei hij van ja, de jeugd hoeft daar niet in. En toen zei ik natuurlijk van ja, maar hoezo een biografie zonder biografische gegevens, dat bestaat niet. Gingen we toch door met de gesprekken en dat was eigenlijk wel... Hij was aanvankelijk wel enthousiast. Ja, hij was heel enthousiast dat ik dat ging doen. Ja, ja. En ook alle gesprekken zijn altijd in goede gemoeden verlopen en zo. Ik bedoel, het was ook echt zo van, als ik belde van, goh Rijnbert, heb je tijd? Dan was er altijd tijd. Dan kon ik altijd, vaak soms wel meteen of de volgende dag of de week erop komen. Dus maar, het was wel een terugkerend thema. Als ik naar zijn jeugd vroeg of naar vrienden, dan deed hij daar altijd wel een beetje moeilijk over. Maar ja, goed, hij ging wel door met de gesprekken. Als ik zei van ja, een biografie, het woord alleen al zegt het, kan niet zonder biografische gegevens. Dus ik ben steeds doorgegaan. En op een gegeven moment hield hij ook op met zijn bezwaren te uiten daarover. Dus ik denk, nou, ik heb het pleit gewonnen. Hij snapt ook dat een biografie nou één keer ook biografische gegevens bevat. En ik heb ook steeds gezegd, en dat is ook zo, het staat allemaal in dienst van het verhaal. Hè? Het is niet zomaar, dat heb ik ook gezegd, ik ben geen sensatiejournalist. Dat ben ik nooit geweest. Zal ik ook nooit worden. Ja, dus, in het gewone leven werk je voor de radio. Hè? Precies, voor radio. En ik schrijf heel veel artikelen voor allerlei publieke bladen. Publieke omroep en muziek. Ja. Muziek is jouw wereld. Precies. En ik doe ook heel veel inleidingen. Bij moderne concerten heb ik cursussen gegeven over moderne muziek in het concertgebouw, in het muziekgebouw. Dus ik zit inderdaad helemaal in die moderne wereld. En ben absoluut gewoon een serieuze journalist. En zo kende hij mij ook. En dus, dat was waarschijnlijk ook het motief om met je in zee te gaan. Precies, hij was enthousiast dat ik het zou doen. Want er schijnt ooit al iemand anders een balletje te hebben opgeworpen. En dat heeft hij toen niet, daar is hij niet op ingegaan. Dus toen ik uiteindelijk mijn manuscript bij hem inleverde, dat was begin 2013, januari. Toen dacht ik heb het ook aan hem gegeven van, goh Rijnbert, ik ben er heel trots op. Ik weet dat het moeilijk voor je is, want natuurlijk staat je jeugd erin en zo. Maar ik ben er zorgvuldig en discreet met mogelijke pijnlijke feiten omgegaan. Dus ja, ik hoop dat jij er ook blij mee zult zijn en trots op zult zijn. Nou ja, dat bleek niet het geval. En nou ja, dat is een ongelooflijk kafkaïske toestand geworden. En nou, uiteindelijk heb ik dus een andere uitgever gevonden die het wel durfde uit te geven. Ja, want de bezige bij durfde het niet aan. Nee, die trok zich meteen terug. En ja, natuurlijk, hij zit ook in die wereld. Het is natuurlijk Harry Mulisch. Hè? Dat is natuurlijk toch zijn wereld. Maar die trokken zich inderdaad meteen terug. Hebben me ook helemaal niet geholpen, op welke manier dan ook. En toen heb ik een andere uitgever gevonden. Ja. En is jullie contact helemaal stil geworden? Of heb je nog wel naderhand elkaar gesproken? Nee, ik heb hem helemaal niet meer gesproken. Ik heb nog wel het boek persoonlijk bij hem langsgebracht. Maar dan niet aangebeld, gewoon in zijn bus gedaan. Dat hij het in ieder geval had. Want ik denk, ja, hij moet het boek toch ook hebben in zijn uiteindelijke vorm.
Nou, sindsdien heb ik dus alleen maar via de pers dan af en toe dingen vernomen, maar niet persoonlijk. Maar afgelopen week was de verjaardagsviering van Louis Andries, waar hij natuurlijk dirigeerde, want dat is een grote vriend van hem, al levenslang zo'n beetje, vanaf zijn 20ste, 22ste. Ja, dat was in het Muziekgebouw en ik deed daar ook weer een inleiding met de biografen van de Andriessens. Dat is ook een boek, dat gaat dan over de hele familie Andriessen. En ja, goed, toen liep ik na afloop van het concert naar buiten en toen zag ik Rijnbert staan met een groepje mensen buiten, rokend, want dat is ook een thema in mijn boek. Hij rookt, is helemaal suf. En toen zag ik hem staan en ik denk van ja, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nu net doen alsof ik hem niet zie? Of nou, toen, ik heb maar gewoon vriendelijk geknikt en hallo gezegd. En ik meen dat hij terugknikte. Dus wie weet komt het toch nog goed. Ja. Als wij door jouw ogen naar hem kijken, hè, in dit boek, wat zien we dan voor iemand? Ja, een ongelooflijk gedreven iemand. Hè. Ik zei het net al, van de hoge priester van de muziek, de monnik van de muziek. Zo kijk je ook naar hem? Ja, dat is zeker wel zo. Voor muziek, eigenlijk is zijn leven is inderdaad toch wel voornamelijk muziek. Hij Maar door hem ook een hoge priester te noemen, verleen je hem ook enorme autoriteit natuurlijk. Ja, dat doe ik niet. Ik noem hem geen hoge priester. Dat doen mensen. Hè? Dat is natuurlijk zo. Iemand krijgt op een gegeven moment ook een soort onaantastbare status. En dat is natuurlijk wel een beetje een valkuil. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Die Wereld Draait Door. Hè? Dan wordt hij totaal ongeremd. Hè? Dan wordt iemand als het ware verafgoot. Dat zag je ook vorig jaar toen hij 75 werd. Dan is de kritische distantie wel een beetje verdwenen. Nee, maar ik zie hem wel degelijk als iemand met een heel belangrijke rol in het Nederlandse muziekleven. Wat ik in mijn boek natuurlijk wel gedaan heb, is kijken van God, is hij nou inderdaad de enige en de eerste die alleen maar met moderne muziek bezig was in Nederland? En dat is niet het geval. Iemand staat natuurlijk altijd op de schouders van anderen. En hij is onmiskenbaar een heel belangrijke figuur. Heeft veel dingen voor elkaar gekregen. Ja, want is er iets over die rol te zeggen? Hoe bedoel je precies? Nou, je zegt hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Nou ja, hij heeft in ieder geval een heleboel componisten gewoon bij een groter publiek populair gemaakt. Denk alleen al bijvoorbeeld aan Satie, de vroege Satie, dus de pianowerken van Satie in de jaren 70 die in de populaire hitlijsten kwamen. Waar zat hem dat in? Zit hem in zijn bezwerende manier van musiceren. Wat bedoel je daarmee? Hij deed het ultra, ultra traag. Dus dat was al heel nieuw. Want het was niet zo dat Satie onbekend was. Maar het was zijn aanpak. Paste natuurlijk ook in de tijdgeest. Hè? Dat hele ja, meditatieve, bezwerende. Waar zit hem dat bezwerende in? Hij heeft zo'n concentratie. Hij zit achter die piano. En hij dwingt je tot luisteren. Je kunt niks anders doen. En hij draagt zijn eigen bevlogenheid voor de muziek heel erg over. Die is bijna tastbaar. Dus dat is wat mensen. Je voelt dat. Je voelt dat. Dat voel je ook nog hè, als je een optreden ziet van het Schönberg Ensemble. Met moeilijke muziek. Hè, want moderne muziek wordt vaak als moeilijk ervaren. Maar hij staat daar. Je kijkt naar zijn rug natuurlijk. Maar je voelt, deze muziek doet ertoe. En dan wordt het ook door de muzici natuurlijk heel goed gespeeld. Niet altijd, maar wel vaak wel. En dan is het magisch. En dan heb je een andere dirigent, misschien met een betere slagtechniek. Want dat is, ja, zijn slagtechniek is niet optimaal. Dat komt ook in veel bewoordingen terug in het boek. Maar een ander die slaat het wel perfect. Maar het blijft een beetje klinisch of zo. Het is mooi, het is goed. Maar het mist net die. Ja, die gedrevenheid, die bevlogenheid, die monomanie zelfs, zeg maar, die ontzettende inzet voor die muziek. Die noten moeten nu klinken en jij moet het mooi vinden. Hij zegt ook ergens in het boek, want hij wordt ook wel de dominee hè, van de muziek genoemd. En hij komt ook uit een domineesfamilie. Ja, het is een hoge priester en het is een dominee, maar het is ook nog een apparatchik. Ja, dat ook. Ja, dat is ook nog. Zoals jij hem neerzet. Ja, dat hij heeft natuurlijk ook heel veel dingen gedaan in het bestuurlijke veld. Komen we zo. Ja, precies. Maar eerst even de hoge priester. Ja, de hoge priester. Nou ja, dus inderdaad, in die zin is dat ook wel heel goed te vergelijken. Hij is bezwerend. Het is bijna een ritueel. Religie.
Ja, het is eigenlijk, dat geeft hij ook wel toe. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de mensen van wie hij houdt. Olivier Messiaen, een overtuigd katholiek. In elke noot van die man is door God geïnspireerd, zoals ooit bij Bach, zeg maar. Gubaidulina, idem dito. Galina Uzvolskaya ook. Dat zijn allemaal zeer religieuze mensen, hè, waarvoor het geloof ook echt een belangrijke rol speelt. Raymond de Leeuw zegt, ik heb niks met het geloof. Hij is natuurlijk wel hervormd, geloof ik, opgevoed. Maar zijn ouders waren eigenlijk al van het geloof gevallen. Dus hij is helemaal niet opgevoed met naar een kerk gaan of naar een gemeente gaan of wat dan ook. Maar hij heeft wel een vergelijkbaar fanatisme, zou je bijna kunnen zeggen. Je schetst ook wel fanatieke ouders die met een maatschappelijke missie... Ja. Hard werken, sober leven, sociaaldemocraten, denk ik. Ja, ja. PvdA natuurlijk stemmen, toen die er was, eerst SDAP. Een ander soort bevlogenheid, maar ook grenzend in zijn fanatisme aan religie wellicht. Ja, zeker. Die waren ook, en bijvoorbeeld ook kijk naar zijn moeder, die heeft zich enorm ingezet om de kinderpsychiatrie op de kaart te krijgen. Dat was een vak, ja, dat deden mensen erbij, de gewone psychiaters. En zij heeft echt, zij voor haar proefschrift, psychose in de puberteit, dus echt helemaal gewijd aan kinderen, dus de kinderpsychiatrie. En dankzij haar gedram, wat we terugzien bij Reimert, is inderdaad op een gegeven moment de kinderpsychiatrie een echt volwaardig vak geworden in Groningen. En daarna natuurlijk elders ook. Wordt nu ook weer afgebroken, hè? Dat is ook weer een... Ja, niet een mooie link, maar een tragische cyclische beweging. Hè? De kinderpsychiatrie wordt nu ook weer, ligt eigenlijk ook onder vuur. Zoals ook de ensemblecultuur, waar Reimert heel veel aan bijgedragen heeft in Nederland, ook nu afgebroken wordt en onder vuur ligt. Dus, ja. Maar wat je beschrijft, er is iets in het leven van die man dat hoort op de een of andere manier tot het hogere of dat nagevolgd of nageleefd moet worden. Ja, precies. Zonder dat er misschien een god is, maar dan is er iets anders. Nou ja, de god zit in de noten, hè, in feite. Hij heeft gewoon, en dat is ook waarom hij zo de muzici meekrijgt. Je hebt natuurlijk heel veel dirigenten die vliegen van hot naar her. Die zitten dan in het vliegtuig, slaan die partituur nog eens even op. En dan, half voorbereid gaan ze dan dirigeren. Reimert, dat heb ik wel eens ook voor de grap tegen hem gezegd. Van, ja, mensen zeggen, Reimert, je kunt jou om 3 uur 's nachts bellen. Wat staat er in maat 26 van dat en dat stuk? Dan moest hij wel lachen. Nou ja, maat 26 niet, maar, weet je wel. He, dus hij bereidt zich ongelooflijk goed voor. Hij kent een partituur van A tot Z, helemaal van binnen en buiten. Zeggen componisten, ook levende componisten die met hem werken, van ja, als Reimert een stuk heeft gedirigeerd, zit er geen fout meer in. Want je hebt natuurlijk je stuk gecomponeerd. Al die noten die moeten voor al die muziek onder elkaar worden gezet. Sluipen altijd foutjes in. Dat is in een artikel of in een boek tikfouten sluipen. Sluipen er natuurlijk ook in een partituur schrijffoutjes. En Reimert zegt, maar vraag dan aan die componist, hoe zit er nou die noten? Die klopt toch niet met die? En dat klopt toch niet in jouw betoog? He? En dan, hij haalt alle dingen eruit. En bij de eerste repetitie kan hij al aan de muzici uitleggen, kijk, daar in maat 27, whatever, daar moet de hobo precies gelijk zijn met de contrabas. Contrabas plukt en jij doet een staccato noot. Want de muzici, die hebben thuis wel gerepeteerd, maar die hebben alleen hun eigen partij. Dus jij zit gewoon 20 maten te wachten en moet dan doen, pup. En dan pup. Hè? Of plop. Nou, je weet jij veel hoe dat zit, maar Reimert bij de eerste repetitie zegt, kijk, jouw pup, die komt dan met zijn plop of wat dan ook. En hij legt meteen het hele verloop van de compositie uit. En dan hebben de muzici echt een idee, zo moet het. En dat heeft hij heel erg in zijn hoofd. En dat brengt hij dus niet alleen over op de muzici, maar ook op het publiek. Ja. En dat klinkt bijna als manisch, hè? Ja, ja, dat is zeker wel zo. Dit is, ja, monomaan is hij, ja. En wat een mooi raakvlak is, als je het dan hebt over zijn persoonlijk leven. Die monomanie, die keert ook terug in zijn liefhebberijen. Hij houdt erg van spelletjes. En dat is bijvoorbeeld bridge. En dan wil hij ook winnen. En hij kan ook niet tegen zijn verlies. En Bernlef, die vertelt dat ook in mijn boek. Dat is hetzelfde, dat fanatisme. Hij moet altijd winnen. En dat is ook met die moeilijke muziek. Hij zal van die noten winnen. Hij zal zich nooit eronder laten krijgen. Dat vind ik een heel mooi beeld. Dat is de religie. Laten we zeggen, dat is het priesterschap. Ja. Nu dat andere geloof, de dominee. Ja.
daar zit iets in wat je erover zegt, zit ook tegelijk iets heel strengs. Hij is ook heel streng. Dat was ook opvallend. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag met dat feest van Louis Andriessen hield Rijmert ook een... Die werd gefêteerd in het muziekgebouw aan het IJ, omdat hij 75 jaar werd. En daar dirigeerde Rijmert natuurlijk het Asco Schoenberg. Het ensemble dat ook heel veel van Louis Andriessen heeft gespeeld natuurlijk. En Rijmert hield ook een korte reden. En dan vertelde hij over hun hele lange relatie. Maar hij zei ook, ja goed, natuurlijk in de jaren 50, 60 moest je serieel componeren. Dat was dan de compositiemethode met 12 halve tonen. En dan ook nog allemaal gekoppeld aan dat je van tevoren, voor je ging componeren, moest die ene noot, die moest dan staccato gespeeld worden. Die moest in dat register zijn, die moest zo hard zijn, et cetera. Dus je had een redenrijker. Ja, helemaal vastgelegd in soort rekenkundige principes moest je componeren. Samenklanken als drieklanken of een terts of dat soort dingen was streng verboden. Dat mocht niet, want dat was dan tonaal en dat was oude meuk en dat mocht niet. En vertelde Rijmert een verhaal dat Louis, die was dan bezig een stuk te componeren, of had een stuk gecomponeerd volgens die seriële methode. En die legt dat voor aan Rijmert en Rijmert gaat dat doorbladeren en zegt, hey, maar Louis, hier staat een octaaf! Een octaaf, dus twee instrumenten spelen een octaaf samen. Ja, dat kan toch niet? Wat nu? En Louis Andriessen had toegeadderd, bel de politie! Maar dat tekent heel mooi het verschil tussen hen beiden. Kijk, Rijmert neemt het dan... Ja, als je dan serieel componeert, dan moet je het ook helemaal volgens de regels doen. En Louis heeft zoiets, ja, ik blijf wel componist. En dat zegt het dus ook eigenlijk in een notendop. Ja. Andriessen, maar de Leeuw misschien nog wel meer... zijn natuurlijk ook mensen die aantraden op een moment in de tijd... waarop opeens verschrikkelijk veel kon of kon worden afgedwongen. Ja, dat is echt een jaren 60 sfeer, want je had natuurlijk echt al in de jaren 50 begon het al in Nederland met de Gouden Jamers muziekweek. Want er waren al eerder vernieuwers natuurlijk. Ja, zeker. En zelfs al voor de oorlog had je Daniel Ruyneman die al mensen als Stravinsky, Igor Stravinsky naar Nederland haalde. Zelfs Bartok naar Nederland haalde, die dan zijn eigen pianoconcerten speelde. Messiaen, Olivier Messiaen, die nu eigenlijk alleen nog maar met Rijmert wordt geassocieerd, voor de oorlog al naar Nederland haalde. Dus er waren wel degelijk mensen. En in de jaren 50, vlak na de oorlog, ja, iedereen heeft natuurlijk ten eerste een ongelooflijke hunkering naar cultuur. Want dat was natuurlijk, in de oorlog was het op een gegeven moment langzaam eigenlijk doodgebloed. Hè? De concerten stopten op een gegeven moment, toneelvoorstellingen. Dus, maar er was dus na de oorlog enorme behoefte. Dus je had in Beeldhoven kregen de Gouden Jamers muziekweek, waar allemaal mensen uit de hele wereld kwamen, componisten. Je had in Den Haag had je Elie Poslavski, dat was een Rus die ook al heel goed bijvoorbeeld bevriend was met Pierre Boulez, dat soort mensen, vernieuwers uit de internationale scene. Die bouwde ook een eigen ensemble op, ging dus al dingen doen. Heeft bijvoorbeeld ook Pierrot Lunaire gedaan van Arnold Schoenberg. Dat is een van de stukken wat een lijfstuk van Rijmert de Leeuw is geworden. Maar wat hij gehoord heeft in een versie, dus tijdens een concert van die Elie Poslavski. Dus er gebeurde al van alles. En dan natuurlijk begin jaren 60, dan is er ook... we hebben natuurlijk in Nederland niet per se het Wirtschaftswunder, maar er komt geld, er is ruimte, er is het besef dat er dingen moeten gebeuren. En in die stroom zijn zij natuurlijk meegegaan. Ja. Want dat is wat jouw boek, vind ik, op zo'n interessante manier ontleed. Dat het is de juiste man op de juiste tijd, in exact de juiste omstandigheden, in de goede stad en omringd door de juiste mensen. En dat is wat dit leven op zo'n belangrijke manier gevormd lijkt te hebben. Ja, dat is zeker waar. Hij zat eigenlijk in twee goede steden. Hè? Want hij woonde in Amsterdam, maar werkte in Den Haag aan het Koninklijke Conservatorium. Daar zat Kees van Baren, dat is ook een van de voorlopers, die al in de jaren 50 ook de muziek van Boulez en Stockhausen promoten en zo. Dus dat was het hoofd van het Conservatorium in Den Haag. Dus die stond heel erg open voor die nieuwe ontwikkelingen. Daar kon heel veel. Van Baren ging al vrij vroeg
stierf die. En toen werd hij opgevolgd door Jan van Vlijmen. En Jan van Vlijmen is een directe vriend van Rijmert en Louis. En van Peter Schat en Micha Mengelberg. Dus toen zaten ze daar helemaal, als het ware. Bijna iedereen ging daar ook naartoe om les te geven. Een constellatie echt. Het is echt een constellatie. En dan woonden ze eigenlijk allemaal in Amsterdam. Dus, en daar was natuurlijk de Provo-beweging heel sterk. Maar in Den Haag gebeurde ook heel veel. Want daar deed de residentieorkest bijvoorbeeld al vanaf begin jaren 60 heel veel dingen. Ook weer met die Elie Poslowski, die zat daarin. En Piet Veenstra had je, dat was dan de cellist in het residentieorkest. En Hans de Roo, die kwam er geloof ik in 1960 of 59. Die ging ook steeds meer moderne muziek uitvoeren. Dus hij zat inderdaad op twee cruciale, de hoofdstad, de regeringshoofdstad en de landshoofdstad. Ja. Bijzonder, even los van dat hoge priesterschap en het domineeschap, bijzonder aan zijn leven is ook, denk ik, dat hij behalve kunstenaar ook technocraat was. En wat bedoel je met technocraat? Bestuurder. Oh zo, ja, zeker. Nee, zeker in zijn vroege jaren. Maar dat zie je eigenlijk maar heel zelden, hè? Bij dat soort mensen. Ja, Jan van Vlijmen zat ook wel in besturen en zo. Maar inderdaad, Rijmert is natuurlijk, het is een heel begaafd iemand. Hè? Hij is geestelijk ook heel sterk. Dat hoor ik ook altijd van de mensen die ik gesproken heb over die bestuurlijke functies. Hij kende alle dossiers. Hè? Zoals een minister of zo. De een die doet het er een beetje bij. De ander komt elke avond met koffers vol materiaal thuis, neemt het ook daadwerkelijk door. Zo'n type is Rijmert inderdaad. En waarom heeft hij die bestuurlijke functies nou vervuld? Fonds voor de Scheppende Toonkunst is bijvoorbeeld een ding wat ook al jaren en jaren speelde. Mensen wilden, muzici, componisten, wilden serieus genomen worden. Want het was iets, dat deed je erbij. En dan moest je je werk, je geld verdienen met weet ik wat voor baantje. En dan moest je op je zolderkamertje s'avonds laat een beetje nog componeren. En dan mocht je blij zijn als het werd uitgevoerd. De getormenteerde, nou, precies, leidende dat, kunstenaar. Het romantische beeld. Van ja, kunst, dat is iets, dat doe je erbij en dan verdien je niks mee. Nou, daar hebben al Rob Dubois, bijvoorbeeld Micha Mengelberg, al in de begin jaren 60 geloof ik dat die ermee bezig zijn geweest. Maar die jaartallen weet ik nu even niet meer precies. Maar die zijn er al mee begonnen, ook naar analogie van de schrijvers, hè, en de kunstenaars, die op een gegeven moment ook ze bonden voor elkaar kregen. En subsidiegelden. Dat je gewoon als schrijver of als kunstenaar door de staat ondersteund wordt. En dat je gewoon geld krijgt om te componeren. Nou, daar heeft Rijmert ook op een gegeven moment een heel belangrijke rol in gespeeld. Hij heeft het op een gegeven moment, werd hij dan voorzitter. En als hij het heft in handen neemt, dan gaat het sneller. Want hij is zo gevat en zo sterk en verbaal ook zo sterk. Hè, dat staat ook in een verhaal. Dan gaat hij naar het ministerie. En dan is er een enquête gedaan onder de componisten van, stel dat we nu inderdaad meerjarige honoreringen gaan instellen, hoeveel hebben jullie dan nodig? Nou, ik geloof dat dan kwam op 5 of 6 miljoen per jaar voor heel Nederland. Nou, dan gaat Rijmert met dat rapport naar het ministerie. En dan, ja, oké. Okay, en dan, ja, nou, dat vinden ze allemaal veel te veel. Dit kan niet en dat kan niet. En dan, nou, maar Rijmert geeft niet op. En omdat hij ook de feiten zo goed kent, op een gegeven moment, die man is helemaal murf. Zegt, nou, oké, je krijgt je 5 miljoen. En dan is het rond. Maar goed, die 5 miljoen is er dan uiteindelijk nooit gekomen, maar wel het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Dus dat is ook echt gedreven vanuit een muzikale belangstelling. Hè? Die muzici, de componisten moeten geholpen worden, moet serieus worden genomen. Hetzelfde met de Raad voor de Kunst. Amsterdam, hier het Amsterdams Fonds voor de Kunst, heeft hij allemaal meegewerkt. En dat zijn allemaal dingen om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld ook dat de kamermuziek, want daar valt dan eigenlijk de moderne muziek vaak onder. Alle subsidiegeld wat er was, ging eigenlijk allemaal, tenminste het grootste deel daarvan, ging naar de orkesten. Daar heeft hij dus ook in al die raden voor bestuur en raad voor de kunst, dat soort dingen, enorm ingezet om ervoor te zorgen dat er meer geld ging naar de kamermuziek. En dat zijn natuurlijk ook vanaf de jaren 60, 70, krijg je steeds meer de kleine ensembles die dan wel precies doen wat de componisten willen, omdat die orkesten dat niet, die waren een beetje anti, een beetje log. Niet allemaal, maar vaak wel. Dus gingen de componisten voor kleine ensembles schrijven, maar ja, die kregen geen geld. Dus daar heeft hij zich ook enorm hard voor gemaakt. Dat is allemaal vanuit de muziek gedreven. Je bent
6 jaar met deze biografie bezig geweest? Ja, eigenlijk uiteindelijk 7, want ik ben natuurlijk afgelopen jaar ook nog de hele tijd mee bezig geweest. En de eerste kiem werd al gelegd in 2005, dus is onderhand al bijna 9 jaar geleden. Maar hoe kwam dat? Waar kwam die kiem vandaan? Ja, dat kwam puur door toeval, omdat ik met een aantal mensen bij een concert was dat Rijnbert dirigeerde. Daar waren ook volgens mij Louis Andriessen en Theo Louvenli. Die is dan weer net een iets ouder dan zij, maar goed, ook toch een vernieuwende componist. En stonden we zo in de pauze te praten. En ja, toen zei iemand, goh, die generatie begint wel nu op leeftijd te komen. En ze hebben natuurlijk een vracht aan ervaring, mensen ontmoet, verhalen over dat Nederlandse muziekleven. Moeten we die niet optekenen nu het nog kan, in feite? Ik bedoel, hè, grofweg gezegd, ze hebben niet het eeuwige leven. Ja, en toen fietste ik s'avonds naar huis. Ik weet nog, het was een hele mooie lentedag. Ik zat op de fiets en ik zat, nou, ik denk opeens, ik ga een biografie over Rijnbert schrijven. En zo is het eigenlijk, ja, zo is het geboren. En wat ben jij gaan doen? Je hebt met hem gesproken, je hebt een omvraag gedaan. Dus, ja, ik heb hem, bedoel, het duurde nog een hele tijd voordat het dan daadwerkelijk werd voorgesteld. En hem reageerde al enthousiast. Toen heb ik begin 2006 een beetje geïnventariseerd samen met hem. Wat zou er nou volgens jou in moeten? Wat moet er volgens mij in? Nou, hij wilde graag dat het bij de Bezige Bij werd uitgegeven. Nou, toen ben ik een hele tijd bezig geweest om het bij de Bezige Bij ondergebracht te krijgen. Want die hadden niet zoveel belangstelling. Maar goed, dat was dan eindelijk rond. En toen ben ik in 2007, begin 2007, dus begonnen met de gesprekken met hem. Hoeveel gesprekken heb je gevoerd? Poeh, ja. Ik weet niet, in ieder geval veel. Ik heb heel veel uren echt allemaal bandjes zitten uittikken met allemaal gesprekken. En zeker telkens, 20 of zo. 20? Ja, zeker. Ja. En dan telkens een levensfase of hoe doe je zoiets? Ja, kijk, het was voor mij de eerste biografie. Dus je begint eigenlijk met een mirabois. En ik was eigenlijk al een jaar bezig met van alles mensen ook zoeken en bevragen die dan uiteindelijk helemaal niet in het boek terechtkomen. Want ik wilde natuurlijk gewoon zijn leven in de context van zijn tijd plaatsen. Maar hij heeft zo ongelooflijk veel gedaan. Hè? Natuurlijk is hij niet alleen, wat je net zei, bestuurder, maar ook uitvoerder, hè? Als pianist, maar als dirigent. Hij is ook nog docent, leider van het Schönberg Ensemble. Het was ongelooflijk veel. Maar ik heb dus hem heel veel gesproken door de jaren heen. Ik heb enorm lang gezocht naar schoolkinderen van zijn lagere school. Dat was ontzettend moeilijk te vinden. Naar zijn middelbare school. En dan ben je eindeloos bezig. Je weet wel waar hij gezeten heeft, maar vind maar eens iemand. En toen door toeval kreeg ik van iemand, Henriette Postuma de Boer, die ging mij interviewen. Ja, toevallig over een van mijn cursussen over moderne muziek in het concertgebouw. En toen vertelde ik van Rijnbert. Ze, oh, maar ik heb ook op het Barlees Gymnasium gezeten. En ik heb nog een lijst met namen. Nou, die heb ik van haar gekregen. Nou, toen kon ik gaan zoeken. Maar dus daar heb ik heel veel mensen van gesproken. Die stuurden dan ook foto's op. En ja, en mensen, buurkinderen uiteindelijk ook nog gevonden. En ja, en dan zegt die, oh, maar dan moet je die ook spreken. En uiteindelijk heb ik meer dan 200 mensen gesproken. En dat vond ik ook belangrijk. Want kijk, een biografie moet natuurlijk een beeld geven van de persoon die wordt gebiografeerd. En die heeft natuurlijk heel veel gezichten. En voor iedereen een ander gezicht. Dus daarom heb ik ook heel veel mensen aan het woord gelaten. Want de een zegt bijvoorbeeld iets negatiefs over hem. Maar dan zegt de ander, ja, maar het was ook alweer zus of zo. Dus dat de lezer zijn eigen mening of haar eigen mening kan vormen aan de hand van. Je hebt gezocht naar evenwicht. Ja, precies. Ja. Want dat vind ik opmerkelijk aan het boek. Dat het is heel informatief. Maar je hebt hem niet per se sympathieker gemaakt voor mij. Laten we zeggen, ik had een heel, voor ik begon te lezen, een heel oppervlakkig beeld van een interessant iemand die inderdaad prachtige, meditatieve. Ja, stukken speelt zoals Satie, een late liest. Ja. Ja, exact. En dat is, ja, dat is ook een cliché. En het is een heel oppervlakkig beeld dat ik natuurlijk had. En jij bent gaan spitten. Mm-hmm. En jij geeft relief aan die man. Ja. Maar het is ook een ontmythologisering. Ja. Ja, dat hoor ik van meer mensen. Dat is inderdaad interessant. Hè? Er is inderdaad een ontmythologisering. Want zo begon ik eigenlijk ook. Hè? Ik kende hem ook niet anders dan als die leuke, aardige man die zulke prachtige muziek maakte. En altijd enthousiast was over mijn artikelen. En ja, en dan ga je graven. En dan natuurlijk, niemand is alleen maar aardig en leuk. En ja, en hij
in zijn gedrevenheid voor die muziek, ja, kan hij ook behoorlijk dwingend zijn naar muzici toe. En hij kan ze ook wel eens, dat zeggen mensen ook wel in het boek, wel echt tot op het bot afbreken. En hij draait zich om en is het vergeten. Maar zo'n muzikus, die zit gewoon nog 3 dagen te shaken, bij wijze van spreken. Ja, en dat zijn... Ja, en dat kan ik niet verheimlichen. Waarom? Want ik heb ook gehoord, kijk, mensen zeggen van ja... Inderdaad, dat is toch wel... Het valt me een beetje tegen of zo. Hij is toch wel een beetje geontmythologiseerd. Hij is er niet sympathieker op geworden. Desondanks heb ik nog meer bewondering gekregen voor wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Want dat is natuurlijk ook zo. Want dat staat nu is allemaal op een rij. Ik kreeg dit weekend ook weer allemaal mailtjes van natuurlijk mensen die bij dat feest van Louis Andriessen waren. Echt tijdgenoten van hem die ook met hem gewerkt hebben. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse Ensemble. Dat is nog voor het Schoenberg Ensemble. Dus echt begin jaren 70 geweest. Die schrijven van, goh... Nou, wat fijn dat ik heb het allemaal weer helemaal herbeleefd. Het is voor mij allemaal heel interessant. En velen zeggen ook een onmisbaar boek. Naslagwerk, dat soort dingen. En dat ze zich er heel erg in herkennen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Maar ja, sommigen zeggen van ja, hij is nu een beetje van zijn sokkel gevallen wel. Maar tegelijkertijd is er ook wel nog weer van jeetje, heeft hij dat allemaal gedaan?